Want wie van de morgen in Haas even droeg en een keer zou moeten staan. En ik hier zelfs wel wat zinnen. Maar het begon van de morgen met ruin. En het ruinde soms zelfs even stevig. En dan is het gewoon een donkere braad. En dan denk je, oeh, dit wordt een yes-day. Nou, yes, weer net heel en dal. Temperaturen minder ridderlijk. En er zullen nog wat buien achterom komen. Maar we staan wel voor een simmerperiode. Joen en vannacht een grote bewolking, maar wel droeg denk ik. Temperaturen 13 of 14 graden. En de wind die komt uit het zuidwesten mee en is al zwak of matig geweest. Ze krijgt iemand een trein, die houdt hem dus wel. Het kan wel zijn wat damp waar worden, toch al dat vocht van Joert. Dan terug naar morgen. Het wordt morgen een dag mee. Zinnen, maar ik bewolking en ik denk dat die zinnen staren gewoon meer en meer terrein wint. En de temperaturen, die liggen morgen zat tussen de 20 en 22 graden, een gewone, warme simmerdag. En de wind uit het westen en het zuidwesten, die is matig en die kan in het watergebied nog vrij krachtig wijzen. Die joentie, de nacht volg je maar flink opklaring, net volle wind. En ik wil uit de touw naar zijn jochen of 10 graden, moet het dus even wat frisser. Maar hoe simmer warm te sprutsen, we zetten op naar het waar van vreed en sneu. Dat binnen 2 dagen maar flink wat zinnen. Maar zijn 21 of 22 graden, we kunnen nooit stroom. En de wind gaat wat meer naar noordelijke richtingen toe. En dan komt de snijden erachterom met zijn 23 of 24 graden. Een flink warme dag, een verkoosje dag, een simmer dag, een dag van het stroom, maar ik een dag van de barbecue en het terras. Steeds maar, we kunnen erop uit. En ik denk dat het begint dat nog altijd een warm simmer waar is. We maken morgen, maar weer even in het waarschijn.